De nieuwjaarsreceptie van de ondernemersvereniging EBK, CVO en VMK was dinsdagavond druk bezocht in Erp. Zo'n 300 Vechelse en Erpse ondernemers kwamen samen om bij te praten onder het genot van hapjes en drankjes. Partycentrum Van Haandel was voor de gelegenheid omgetoverd tot sfeervolle zaal met veel kaarsen en een prachtige kroonluchter in het midden. In deze verrassende entourage was er volop de gelegenheid voor de ondernemers om elkaar een goed nieuwjaar te wensen, bij te praten en ideeën uit te wisselen. Ook voor de muzikale invulling was gezorgd. Zo werden de bezoekers verrast met een pianostuk, een optreden van een zangeres en een delegatie kussengatters trok nog door de tent. De prins en zijn adjudanten zorgden samen met hun fanfare, bende betoeterd, voor een vrolijke noot. Dus